Hoi allemaal, vandaag laat ik jullie zien hoe ik mijn planner heb gemaakt. Het was eerst een notebook van de HEMA. En nu heb ik mijn eigen planner gemaakt. Ik zal straks laten zien hoe ik dit allemaal gedaan heb in Word. En dit heb ik gewoon uitgeknipt uit glitterpapier. En dit is een stukje behang. Nou, op Word heb ik gewoon eigenlijk 4 kolommen en 4 rijen gemaakt. En dan hier de dag en de datum. En ik zag ook lijstjes met van die hartjes zo. En dat vind ik ook wel leuk. Dus ik heb onderaan een soort mini to-do list gemaakt. En ik vond dit sleuteltje van een of ander kinderdagboek. En daarmee heb ik zeg maar de... Ja, hoe noem je dat? Het ding gemaakt dat je weet waar je bent. Ook heb ik zelf deze leuke paperclips gemaakt. En ik heb er nog een. Een blauwe. Nou, hier had ik een foutje gemaakt. Ik had zeg maar aan deze kant gaatjes gemaakt. Maar dat kan je heel makkelijk oplossen door gewoon met washi tape, wat ik hier heb liggen, gewoon eroverheen. Ik vond het eigenlijk nog wel heel leuk ook. En ja, ik heb hier mijn eigen, hoe heet het, gemaakt. Voor elke maand. En dan heb ik nog notities. Mijn eigen dit gemaakt. En dan heb ik hier kleurplaten. En hier, dit was de standaard zeg maar wat al in het notebook zat. En dat kan je eruit halen, maar ik heb alleen nog januari erin. Dus is inmiddels uitgeprint, maar dat moet er nog in. Dus voor de opvulling heb ik dit erin laten zitten. En ik dacht, voor op school is het misschien ook nog wel handig. Maar misschien haal ik dat er uiteindelijk wel uit. Oké, nou. Ja, eerst de kaft. Nou, ik heb hem met acrylverf helemaal wit geverfd. En met deze metallic gold eigenlijk heb ik zeg maar de stipjes gemaakt. En ik moet even dit lelijk maken. Gewoon op een kurk heb ik een rondje geplakt. En gewoon in de verf gedoopt en allemaal stipjes gezet. En de binnenkant had ik ook wit geverfd en daarna heb ik gewoon een wit blaadje erop geplakt zodat je dat niet meer ziet en dan kan je versieren met envelopjes en andere dingetjes. Nou, dan deze waar je leuke dingetjes in kan stoppen. Dit is echt heel makkelijk. Eerst wat je wilt doen is gewoon, ik vouw nu met één hand, is gewoon het blaadje. Ik doe het een beetje slordig omdat ik met één hand ga. Ik vouw gewoon een blaadje dubbel. Nou, dat doet iedereen de hele tijd. En daarna vouw je de toppen naar binnen. Dit gaat niet in weg. Dan vouw je toppen naar binnen. En je kan hier lijm doen of een dubbelzijdig plakband. Zoals deze. Hier plakken zodat dit gewoon dicht blijft. Nou, en dan weer dubbel. Tadaa! En dan doe je hier aan de onderkant en aan de zijkant nog wat dubbelzijdig. En ik heb hem dan versierd met een stukje behang en washi tape. En gewoon hier gaatjes in gemaakt. Dus ja, dat is eigenlijk alles. Je kan zeg maar deze ook dubbel vouwen. Zodat je meer zo hebt. Maar ik heb deze. Wow. Ik heb deze zo gelaten. Ik weet eigenlijk niet waarom. Ja, ik weet eigenlijk niet waarom.
Dus dat is hoe je zo'n opbergdingetje maakt. Nou, hier ga ik denk ik ook nog gaatjes in maken. En dan gewoon ergens hier tussen doen. En dit heb ik gemaakt met mijn, hoe noem je dit ding ook alweer? Lamineerapparaat. Dit is echt een troep in mijn kamer, want overal liggen van die, van zulke papiertjes, rondjes. Ik heb dit gewoon uitgeprint, ingekleurd en door een lamineerapparaat gehaald. En dan kan je het natuurlijk bijsnijden zoals je wilt. En ja, dan leg je gewoon een papiertje uit het boek. Kijken. Met één hand filmen en iets voelen is echt moeilijk. Die leg je er dan op. En dan teken ik zeg maar zo de gaatjes. Van ja, waar die moeten zitten. Dan maak ik ze allemaal. Hand voor hand. Met mijn perforator. Daarom ligt mijn kamer dus helemaal vol. En ja, dan heb je een leuk kaartje. En je kan natuurlijk ook uit magazine. Ik heb hier ook nog eentje uit magazine geknipt. What's on your mind? Kan je ook opplakken of zo. Ik vond het wel schattig. En hier heb ik schattige kaartjes. En een Chanel kaartje. En ik denk dat ik hier ook nog een envelop ga plakken. Om dingetjes in te doen. En hier heb ik een dashboard gemaakt. Die moet ik nog aanvullen zoals ik al zei. En daarvoor heb ik gewoon een mooi papiertje gezocht. En ook door de lamineerapparaat gehaald. En daardoor wordt hij heel glad. Dus je kan makkelijk dingen op en af plakken. Dit zit ook gewoon vast met een plakbandje. En dit is eigenlijk meer even om te laten zien. Maar ik mag in januari niks kopen. Maar in februari dan koop ik van die schattige sticky notes. En die kan je dan gewoon met het hele blokje en al op je dashboard, zoals het heet, plakken. En dan kan je heel makkelijk, als je dingen misschien nog veranderen, schrijf je het gewoon hierop. Dan plak je het bij de dag. En als het misschien een dag later wordt, dan plak je hem gewoon weer bij de volgende dag. Dus hier komen nog leuke sticky notes. Nou, ja, deze achterkant moet ik ook nog wat voor bedenken. Ik had eigenlijk gewoon dubbel moeten doen, maar ja. Nou, hier heb ik gewoon een roze A4'tje van de Action, geloof ik. Gaatjes ingemaakt, een stukje behang uitgeknipt. En ik heb heel groot 2016 uitgeprint op de computer. En dan de letters, de cijfers uitgeknipt. Andersom op het blaadje gelegd. Even kijken of ik die nog heb. En hier, dit is echt heel mooi duur papier. Oh, ik vind het zo mooi. Ik heb zeg maar dus andersom erop gelegd. Want anders krijg je het in spiegelbeeld. Ja, je kan het ook al in spiegelbeeld printen eigenlijk. Maar ik had gewoon uitgeknipt en dan omgedraaid. Dat is eigenlijk niet zo makkelijk. En ik dacht, ik kan moeilijk gaan doen met hier het gaatje uithalen en bij de 6. Maar ik vond dit ook wel leuk. Dus ja. Nou, ik heb op Google gezocht naar Gold Dutch. Omdat ik het leuk vond om te matchen met mijn koffer. En ja, daar heb ik gewoon als achtergrond gebruikt. En hier heb ik gewoon wat lijntjes gemaakt. Het is echt heel makkelijk. En hier, ja, gewoon de vier rijen tabellen, zoals ik al zei. En dan kan je zelf je kleurtjes kiezen. Dit is alleen nog januari, maar ik heb ook al februari en daarvoor heb ik deze kleurtjes. Alleen de maandag is hetzelfde. De rest zijn anders. Omdat die geel vond ik echt een beetje onduidelijk. En die blauw was iets groener in het echt dan verwacht. En deze blauw is nu weer hier een beetje te grijs. Maar ja, je kan dus zelf alle kleurtjes doen wie je wil. Je kan het ook gewoon wit laten en inkleuren of ja. Je kan helemaal zelf maken zoals je wil. En ik heb heel lang gezocht bij de. Ja, op internet heb je heel veel dure planners. Zoals, hoe heet ze? Erin Condren en Kiki K en bla bla bla. Nou, die kosten echt allemaal gewoon 60 euro.
Dus ik zat echt, nou, doe normaal. Dat ga ik echt niet betalen. En ik kon het eigenlijk nergens vinden wat ik bedoelde in Nederland. Gewoon in een winkel. Dus toen dacht ik, nou, ik ga het gewoon zelf maken. Hier laat ik jullie zien hoe ik alle blaadjes passend maak. En dit is best wel veel werk. Ik ben wel een beetje misschien extreem. Je kan ook gewoon een A4 een notebook gebruiken. Dan hoef je dit allemaal niet te doen. Maar ik had ook alleen 2 gaatjes maken, zeg maar. Dus ik moest al die gaatjes met dat ding stuk voor stuk doen. En dat kostte best wel tijd. Maar ik vond het ook heel leuk. En het leukste aan deze planner vind ik dat je het gewoon helemaal zelf kan inrichten hoe je het wil. En ik ben er nu al achter gekomen na een paar dagen gebruik. Dat ik bijvoorbeeld ook wel een plek wil hebben om op te schrijven wat ik eet. Dus en dan, ik heb nu alleen januari, februari, maart, april ontworpen, zeg maar. Om het zo te noemen. En ik ben er nu dus achter gekomen. Dus ik kan dan die maanden daarop, kan ik bijvoorbeeld wel ruimte maken voor zo'n lijstje. Dit was mijn DIY planner video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en bedankt voor het kijken. Als jullie nog vragen hebben over hoe ik iets gemaakt heb, dan hoor ik het graag. En tot de volgende video. Doeg!